We leven in een wereld vol mogelijkheden, waar ideeën en dromen de brandstof zijn voor vooruitgang en succes. Maar het is niet genoeg om alleen te dromen. Het echte verschil wordt gemaakt door te starten, door actie te ondernemen. Denk eens na, hoe vaak heb je een idee gehad dat je opwond, dat je nachtenlang wakker hield? En hoe vaak heb je die ideeën werkelijkheid laten worden? Het is makkelijk om te blijven hangen in de wat-als-fase, om eindeloos te plannen en te perfectioneren. Maar uiteindelijk is het de actie die telt. Elk groot succesverhaal begint met een eerste stap. Zonder die stap blijven ideeën slechts wensen. Door te starten zet je de deur open naar mogelijkheden, leerervaringen en uiteindelijk succes. Het is belangrijk om te begrijpen dat falen ook deel uitmaakt van de reis. Elke mislukking is een les, een kans om te groeien en te verbeteren. Dus, waar wacht je nog op? Het perfecte moment bestaat niet. Wat telt is het moment dat je besluit om te starten. Jouw ideeën hebben het potentieel om de wereld te veranderen. Maar alleen als je de moed hebt om de eerste stap te zetten en ze tot leven te brengen. Laat dit het moment zijn dat je zegt, ik begin. Laat jouw actie vandaag de toekomst vormen die je altijd al hebt gewild.